Vrijdag waren de betonblokken geplaatst voor een overweg. En het was een bewaakte overweg. Dus wat was voor jullie de reden om deze overweg af te sluiten? Goeie vraag. Even voor de luisteraars. De overweg waar we het over hebben, daar viel begin dit jaar een ongeval te betreuren. Het is een beveiligde overweg, zoals je op de plaatjes ziet. Maar dat is geen garantie dat dit kan gebeuren, helaas. En die aanleiding, dat ongeval, betekende voor zowel de gemeente Horst aan de Maas als ProRail. Op het moment dat het gebeurde, direct hebben we daar contact met elkaar gezocht. En natuurlijk de eerste vraag die je stelt, hoe kan zoiets? Dat is gek genoeg het geval dat chauffeurs, internationale, maar dit was gewoon een Nederlandse chauffeur overigens, op de TomTom rijden en niet altijd de bebording in de gaten houden en zich op deze manier vast heeft gereden. En dus dat was de aanleiding en directe reden om te zeggen, hoe kunnen we deze overweg, die weliswaar beveiligd is, voor de toekomst in ieder geval voor gemotoriseerd verkeer afsluiten. Dat vond zowel de gemeente als ProRail. En ik zeg gemeente, maar het zijn eigenlijk twee gemeenten. Want deze spoorweg ligt op de grens tussen Venlo en Horst aan de Maas. Dus het spoor verbindt ook hier. En als goede buren hebben we gekeken wat voor snelle, efficiënte oplossingen gekozen kon worden om het gemotoriseerd verkeer voor alle tijden te weren van deze overweg. En we hebben ons gevonden in het plaatsen van Lego betonblokken, er gaan verschillende namen, in ieder geval naar een fysieke barrière die effectief en doelmatig is. En dat is de gekozen variant zoals op de foto te zien is. Want zoals je al aangaf, was het eigenlijk niet de bedoeling dat die vrachtwagen er überhaupt in reed. En die kon daar, doordat het doodliep, kon hij de draai niet maken. Exact, man. De foto is genomen vanuit het doodlopende punt. Dus daar reed hij zich op vast en bleef vervolgens met het voertuig op het spoor staan waar de trein tegen aangereden is. Dat is correct. Ja, ja. Dat is. En in die trein van Arriva, daar zaten 100 passagiers, dus eigenlijk met een sisser afgelopen. Dus ja, dat is voor jullie ook jullie zijn geschrokken en je denkt, nou, dit willen we niet nog een keer meemaken. Nou ja, vanzelfsprekend, maar ook de machinist die natuurlijk hevig geschrikt van dit soort ongevallen, dat gebeurt heel vaak. Dat is ook onze zorg, dus ook wij denken en kijken mee hoe je dan de veiligheid nog verder kan dienen. En vandaar deze maatregel. Die, en dat zeg ik, en dat herhaal ik nog eens, echt in goed overleg ook met de omgeving is gebeurd. Zowel de gemeente Horst aan de Maas als Venlo zeiden gelijk, we werken graag mee. De procedure vergt dan vanzelfsprekend dat er een onttrekkingsbesluit genomen moet worden. En dat wil zoveel zeggen dat het gemotoriseerd verkeer verboden wordt. Eerst dat besluit nemen en dan de maatregel treffen. Dat is hier gebeurd en dat is heel snel gebeurd. Ja. En zoals gezegd, in goed overleg met elkaar.